Deze week ging voor de 35e keer de kindervakantieweek Schaarnhoorn van start. Maar liefst 180 kinderen nemen deel aan dit evenement. Ieder jaar is er een ander thema. Dit jaar is dat Magic. Kim Salabin en Sven Spierbal zijn speciaal voor de kindervakantieweek in Schaarnhoorn gekomen. Hoi allemaal! Hallo! 35e editie kindervakantieweek Schaarnhoorn. En dit jaar zijn wij magisch. Zoals je kunt zien wordt er achter ons al druk gebouwd aan onze toverhotels. En dit jaar speciaal ingevlogen Sven Spierbal. Want Sven komt kijken of al die toverhotels wel een beetje stevig zijn. Want ja, die leiding hier die kan er eigenlijk niet heel veel van hoor. Die bouwen maar slappe hutten. Er wordt gegoocheld en getoverd en er zijn zelfs magische mandarijnen. Maar eerst moeten er toverhotels verrijzen en daar werd vandaag al druk aan gewerkt. Nu ben ik dit ding aan het afzagen. Voor een ondersteuntje en daar kunnen dan de paddels op steunen. Ik ben met Luc aan het helpen om dit doek vast te maken. En waar is dat doek eigenlijk voor? Voor de hut en dat je er onderdoor kan en voor het hokje. Wat ga je hierin doen in deze chillroom? Lekker overleven, eten. Nee, gewoon hier lekker rustig en zitten, een beetje chillen. Een beetje drinken of snoepen of zo. Jongens, wat is er zo leuk aan de jeugdvakantieweek? De eerste dag is zeskamp en dan heb je allemaal springkussens. En dan moet je twee groepjes maken en dan moet je een wedstrijdje doen. Ik vind bouwen is heel leuk. Je mag gewoon hout pakken en dan ga je een hut bouwen. En ook de zeskamp. Op de zeskamp doe je allemaal spelletjes en daarna ga je bouwen. En aan het einde is er nog een talentenshow. Je gaat ook friet eten met de kinderen en hutten bouwen en zeskamp en dat is allemaal heel leuk. Op het begin van de ochtend gaan we dan altijd bij de kampvuur zitten en je kunt mooie hutten maken. Niet alleen de kinderen hebben plezier deze week, ook voor de vrijwilligers is het genieten. Ah, het is leuk om gewoon veel plezier te maken met de kinderen en lekker bezig te zien, lekker actief. Ja, dit is voor mij praktisch gezien gewoon een weekje uit. Gewoon plezier brengen aan de kinderen, gewoon overzicht houden. Dat vind ik hartstikke leuk om al een lach op het kind terecht te zien komen. Dat vind ik hartstikke mooi. Ron moet werken! Ik hoef niet te werken! Werken! Donderdag is iedereen uit Schijndel uitgenodigd om hier te komen kijken hoe daar onze toverhotels in kleuren zijn verrezen. En vrijdag sluiten we af met een magische theatershow. Uiteraard kunnen wij natuurlijk echt magische dingen verrichten. Komt-ie! Bami Salami! Yeah! Hoe dan? Sim Salabim! Yeah! Ha, ik vind hem zelf briljant, Jan.